Welkom allemaal bij deze Engelenboodschap voor woensdag 14 december 2022. We gaan kijken welke boodschap we mogen ontvangen. En dit is een algemene reading, dus het zal niet voor iedereen resoneren. En ik blijf het herhalen. Probeer het niet passend te maken als het niet passend is. We gaan beginnen met een aantal orakelkaarten en daarna een korte tarotlegging. En ik begin met de Sacred Traveler, Universum. Welke boodschap mogen wij ontvangen voor woensdag 14. Woensdag 14 december. Woensdag 14 december. Wat is de boodschap die wij mogen ontvangen van de Sacred Travelers? 1 kaart alsjeblieft voor woensdag. En het zijn er 2, maar we nemen ze allebei mee. We gaan kijken welke kaarten eruit zijn gekomen. We hebben de kaart Distant Thunder. Bliksem, donder. En de boodschap is clear the air. De lucht klaren. Dus het kan zo zijn dat de lucht geklaard moet worden in een bepaalde situatie. En dat woensdag dingen uitgesproken worden bijvoorbeeld. Dan hebben we Voyage of the Heart. Reis van je hart. Love flows through you and to you. Dus liefde vloeit door je en na jou. Mooi. En het kan zo zijn dat je op een reis bent waarbij je je hart volgt met de Voyage of the Heart. Dus dat je heel erg veel passie, liefde voelt voor iets waar je aan het werken bent. We gaan de engelenboodschappen erbij nemen en kijken welke boodschap eruit mag komen. Welke boodschappen we mogen ontvangen van de engelen voor woensdag 14 december. Universum. Graag een heldere en duidelijke boodschap. 1 kaart alsjeblieft voor woensdag 14 december. Engelen. Wat is de boodschap die jullie voor ons hebben voor woensdag 14 december? Wat is de boodschap voor woensdag 14 december, engelen? Wat kunnen jullie ons meegeven? Welke boodschap moet gehoord worden voor woensdag? En dat zijn er te veel. 1 kaart alsjeblieft voor woensdag 14 december. Ja, dankjewel. En we hebben de kaart Francesca, de engel Francesca. En de boodschap luidt, wat is je grootste wens op dit moment? Visualiseer hem en het zal in orde komen. Negativiteit zal het proces tegenhouden. Dus probeer inderdaad positief te denken, zodat je positiviteit aantrekt. En visualiseer het alsof je wens al uit is gekomen. Alsof je al in de situatie zit waar je graag wil komen. We gaan de aartsengelen kaarten schudden. Universum, wat is de boodschap van de aartsengelen? Aartsengelen, welke boodschap hebben jullie voor ons voor woensdag 14 december? Woensdag 14 december. En we hebben de kaart leadership, leiderschap. Een hele mooie gele kaart. Ook een kaart van het uiten van jezelf voel ik meteen bij de gele kleur die doorkomt. Ik voel ook echt de vurige, passionele energie. Aartsengel Gabriel, het is tijd voor jou om je leiderschapskracht en positie in te nemen. En ook anderen op een liefdevolle manier te leiden of te begeleiden. En dit kan deel zijn van een bepaalde droom die je hebt in een leiderschapsrol of in een rol waarbij je anderen helpt. Jullie mogen nu een vraag in gedachten nemen en we gaan de engelenantwoordenkaarten schudden. Dus herhaal je vraag voor jezelf hardop of in gedachten. En we gaan kijken welk antwoord de engelen hebben op jullie antwoord. Op jullie vraag, sorry. Universum, engelen, wat is het antwoord op de vraag die men zich op dit moment stelt? Wat is het antwoord op de vraag?
Laat ik antwoord op de vraag hoe wij ontvangen engelen. Ja, en deze komt er vaak uit de afgelopen periode. En dit is de kaart succes. Dus het kan betekenen inderdaad, ik wens je succes. Maar ik heb het gevoel dat dit te maken heeft met een bepaald succes waar jullie naartoe aan het werken zijn. Je zult succes behalen in een bepaalde situatie. En het kan te maken hebben met een nieuwe richting die je opgaat. We hebben hier kies een nieuwe richting. Dus voor sommigen kan het inderdaad een verandering van baan zijn. Een verandering van carrière, richting ook. Dus kijk hoe het resoneert. Ik ga nu de Grand Luxe Tarot erbij nemen om te kijken wat de belangrijkste boodschap is voor woensdag 14 december. Drie kaarten zometeen voor woensdag 14 december, universum. Wat is de boodschap die wij mogen ontvangen voor woensdag 14 december? Ja, dankjewel. Eén kaart alsjeblieft voor woensdag 14 december. Eén kaart alsjeblieft voor woensdag 14 december. Onder op het dek de staven 10. Kan een kaart zijn van uitputting. Heel hard werken aan een bepaalde situatie, aan een wens die je graag in vervulling wil zien gaan. Je werkt ergens naartoe en daaronder hebben we de staven 4. Je wil je succes behalen. Dit is inderdaad de poort doorwandelen en inderdaad ja, het succes behalen. Datgene bereiken wat je graag wil bereiken. Dit is een wens die in vervulling gaat met de staven 4. Maar het is inderdaad zo dat je misschien veel uren werkt, lichamelijk uitgeput bent met de staven 10. Maar de staven 10 geeft ook aan, er komt een einde aan de situatie. Dit kan ook te maken hebben met lasten uit handen geven. Want deze persoon draagt de last van de wereld op zijn schouders, heel veel verantwoordelijkheden. Maar deze persoon is bijna thuis aangekomen met zijn 10 staven, waar hij de staven los kan laten en ja, kan genieten van rust als het ware. Dus 10 is een einde, maar ook een nieuw begin. Ik leg hem hier neer. Ik laat hem eronder liggen. Als eerste kaart hebben we de schildknaap van Kelken. Kan een boodschap zijn. Een boodschap vanuit het hart. We hebben een koning van pentakels. Stier, maagd, steenbok. En we hebben de aas van zwaarden. De aas van zwaarden staat voor een doorbraak, een nieuw begin. Duidelijkheid krijg je in een situatie door communicatie of door een inzicht wat je krijgt. Schildknaap van Kelken kan ook een boodschapper zijn, zoals ik zei. Kan staan voor een jongere persoon. En die koning van pentakels is iemand die succesvol is. Financieel ook in balans is. Iemand die realistisch is, praktisch is. En ja, al het nodige bereikt heeft in zijn of haar leven. Vooral ja, op financieel gebied. En dit is ook een gezinsman. Een familie is heel erg belangrijk. Het huis met de pentakels. En het kan iemand zijn in je omgeving. Een stier, maagd of steenbok waar je mee te maken hebt. Het kan iemand zijn die jou misschien advies geeft. Iemand die veel ervaring heeft. Op een bepaald gebied. En iemand die je helpt met die schildknaap van Kelken. Iemand die zorgt dat er een doorbraak komt in je situatie, waardoor je lasten verlicht worden. Het kan iemand zijn in je werkomgeving. Het kan iemand zijn waarbij het nodig is om te communiceren, omdat er sprake is van ja, een miscommunicatie. We gaan kijken, waarom ligt hier de staven 10, universum? Waarom ligt hier de staven 10? Voor woensdag 14 december, de staven 10. Een bepaalde situatie heeft je veel energie gekost. Maar er komt een doorbraak. De staven 10 wordt verklaard door de staven 6, een kaart van overwinning behalen. Na een moeilijke periode eindelijk die beloning krijgen, die erkenning krijgen, in de spotlight staan als dat je doel is.
Mocht je inderdaad met social media iets doen bijvoorbeeld. Je hebt heel hard gewerkt hieraan. En eindelijk behaal je dat aantal volgers wat je wil. Of inderdaad een breed publiek. Een overwinning. En we hebben hier die koningin van pentakels. Ja, iemand die zorgt voor alles eigenlijk. De ideale partner. Koningin van pentakels kan een moederlijke energie zijn. Iemand die zorgt voor het huis. Ook sterk verbonden is met de natuur. Iemand die alles mooier kan maken eigenlijk. Familie heel erg belangrijk. En dit is iemand die haar middelen wijs gebruikt. En ook goed voor zichzelf zorgt. En de boodschap is hier ook. Als je goed voor jezelf zorgt. Dan zul je een bepaalde last kunnen loslaten. Want we hebben hier die staven 10. Dit kan ook letterlijk zijn een soort van burn-out, oververmoeidheid. En de boodschap is, zorg goed voor jezelf met die koningin van pentakels. Doe de dingen stap voor stap en je zult inderdaad die overwinning behalen. Waarom ligt hier de schildknaap van kelken? Het kan zijn dat je ook zorgt voor familieleden of kinderen. Schildknaap van kelken. Maar er komt dus een periode aan dat je die lasten kunt loslaten of inderdaad dat iemand je gaat helpen. Waarom ligt hier de schildknaap van kelken? Pentakels 9. Wederom succes. Iemand die onafhankelijk is, financieel onafhankelijk is, stabiel, stabiliteit voor zichzelf creëert. Inderdaad kan genieten van de mooie dingen in het leven. En dan hebben we het oordeel. Het oordeel is het starten van een nieuw begin. Terugkijken op het verleden. En met die pentakels 9 inderdaad, wat brengt mij succes? Ik heb het gevoel dat er een boodschap binnen kan komen. Een nieuwe ervaring die je op kan doen. En je gaat inderdaad terugkijken op het verleden. Het kan ook een boodschap zijn van iemand die je kent. Iemand uit je verleden. We hebben onder op het dek de duivelkaart. Kan staan voor een ongezonde, iets ongezonds in een bepaalde connectie. Waarom ligt hier het oordeel? Het oordeel. Het kan een excuses zijn van iemand. Iemand die jou ziet als zijnde heel zelfstandig, onafhankelijk. En wellicht weer in je leven terug wil komen met het oordeel. Dat kan ook een kaart zijn van verzoening. Een vernieuwing van een situatie. En voor het oordeel hebben wij de geliefde kaart. Ja, dit kan dus een geliefde zijn. Iemand die komt met een excuses. Iemand die ervoor heeft gezorgd wellicht dat je heel veel verantwoordelijkheden alleen draagt. Maar je bent daar bovenop aan het komen. Je bent gefocust op je carrière, op je financiële stabiliteit. En je wil erin die overwinning behalen. En je zult ook succes behalen. Je bent misschien in je carrière een carrière richting uit aan het gaan waar je meer vrijheid, meer onafhankelijkheid zult hebben voor jezelf. En we hebben hier de aas van zwaarden. Twee keer een doorbraak. Een keuze die er gemaakt wordt. Duidelijkheid. De geliefde kaart heette vroeger de keuze. Een keuze maken vanuit het hart. En het gaat hier om een hele sterke verbinding. Een sterke emotionele verbinding die je met iemand hebt. Een sterke aantrekkingskracht. Communicatie gaat er komen. Waarom ligt hier die aas van zwaarden? De aas van zwaarden. Aas van zwaarden. Er gaat duidelijkheid komen. Wat te maken heeft, kan te hebben met je familie, met je huis. Dit kan te maken hebben met een huwelijk. Een stabiele relatie met de 10 van pentakels. Kan zijn dat iemand een keuze heeft gemaakt. En ervoor heeft gekozen om inderdaad terug te komen. Opnieuw leven te willen inblazen in
de situatie. Iemand wil opheldering brengen in een bepaalde situatie. Iemand wil misschien de waarheid spreken in een bepaalde situatie. En een excuses aanbieden, zoals ik zei. Kan te maken hebben met een huwelijk. Ook een boodschap die in de laatste tijd vaker naar voren komt. Waarom ligt hier de koning van pentakels? Koning van pentakels. Oeh, ja, iemand heeft sterke gevoelens. Iemand wil met je samenkomen. Het kan zijn dat je een uitnodiging krijgt met de kelken 3. Iemand wil je face-to-face zien. Iemand wil inderdaad opheldering geven in een bepaalde situatie. En dan hebben we hier weer boodschappen vanuit het hart. En dit is ook een kaart van vluchten. Dit is een kaart van samenkomen. Kan zijn dat het gaat om een nieuwe persoon. Kijk hoe het resoneert. Het kan zijn dat je iemand gaat ontmoeten op het moment dat je inderdaad iets viert. Met vrienden, met familie, met de kelken 3. En dat je onverwachts verliefd zult worden. We gaan kijken, waarom ligt die kelken 3 hier? En het kan dus een stier, maagd, steenbok zijn. Kan ook een waterteken zijn, schorpioen, kreeft, vissen. En we hebben met de grote arcanakaarten heel sterk tweelingenergie. Kelken 3 wordt verklaard door de pentakels 6. Nog een kaart voor de kelken 3. Oeh, 3 kaarten. Kelken 7. De krachtkaart. Leeuwenergie. En we hebben hier de schildknaap van staven. Voor de kelken 3. Onder op het dek, de pentakels 3 in samenwerking. Werken aan een relatie. Waarom ligt hier de ridder van kelken? Ja, het kan te maken hebben met iemand uit je verleden die komt met opheldering in een bepaalde situatie. En het kan ook te maken hebben met een nieuwe persoon. Waarom ligt hier de ridder van kelken? Ridder van kelken. Die schildknaap van kelken kan ook te maken hebben met een mogelijkheid of een kans die je krijgt aangeboden op het gebied van ja, die nieuwe carrière wat je wil volgen. En je gaat kijken, inderdaad, gaat mij dit ja, financieel datgene opbrengen wat ik graag wil? Gaat dit mij financiële onafhankelijkheid geven en je gaat een keuze maken daarin? En daar komt een doorbraak in die situatie. En mocht dat het geval zijn, dan zie ik je inderdaad meer lasten los kunnen laten. En inderdaad je succes behalen, een overwinning behalen. Maar waarom ligt hier die ridder van kelken? Ridder van kelken. Oeh. Nee, ik denk dat het te maken heeft, inderdaad, als het te maken heeft met liefde, met een persoon die komt om zijn excuses aan te bieden, om ophelderingen te geven in een bepaalde situatie. Ik heb het gevoel dat dit jullie energie is. De koningin van zwaarden, tweelingweegschaal, waterman. Je hebt je muur omhoog, je wil graag communiceren. Deze persoon komt met een boodschap vanuit het hart. Maar we hebben deze, de kelken 8. Dit is een situatie waar je je rug al emotioneel hebt toegekeerd, als het ware. Je had een gevoel, dit is niet de juiste persoon voor mij. Deze situatie is niet goed voor me. Je had wel een hele sterke, ja, je voelde een heel sterke band met deze persoon. En het is iemand uit je verleden. En ik heb het gevoel dat deze persoon opties had in het verleden. Iemand die ja, zijn aandacht, zijn energie verdeelde onder. Ja, dat kan te maken hebben met een huwelijk, een andere relatie. Het kan te maken hebben met werk. Iemand die gefocust was op zijn carrière, op zijn werk, inderdaad. Maar ja, beschikbaar was of inderdaad een bericht stuurde of belde op het moment dat het hem uitkwam. En iemand die heel gepassioneerd is. Iemand voelt heel veel passie voor je.
Het kan iemand zijn die zelf nog niet voor zichzelf helder heeft wat hij of zij wil in het leven. Maar je staat wel open om inderdaad te horen wat er, ja, wat deze persoon te vertellen heeft. Maar je bent emotioneel teruggetrokken van deze situatie. Je hebt je rug al toegekeerd. Je hebt ervoor gekozen om inderdaad verder te gaan. En van die kelken 8 wandel je naar de kelken 9 of de kelken 10 inderdaad je geluk. En op het moment heb ik het gevoel dat je geluk inderdaad ligt in het volgen van je hart, je passie, als het gaat om je carrière en daar een overwinning in te halen. En daar stop je ook heel veel tijd en energie in. Waarom ligt hier die aas van zwaarden? De aas van zwaarden. Pentakel 7. Een kaart van wachten, geduld hebben. Zaadjes die geplant zijn. En een einde. Dus ik heb het gevoel dat er in het verleden een abrupt einde heeft plaatsgevonden van het contact met jou en deze persoon. En je kijkt inderdaad terug op wat je aan tijd en energie ergens ingestopt hebt met die 7 van pentakels. Wat het resultaat is geweest. En je hebt ook tijd en energie hierin gestopt. Dus dit kan iemand zijn waar je een relatie mee hebt gehad. Maar dat kan ook iemand zijn waar je gewoon contact mee hebt gehad. En iemand die je zag als iemand om een serieuze relatie mee op te bouwen. Maar er is dus, de situatie is getransformeerd met de doodkaart. Er is een einde plaatsgevonden en je hebt je teruggetrokken op dit moment. Waarom ligt hier de 7 van pentakels? En ik heb het gevoel dat deze persoon komt met opheldering over waarom de situatie beëindigd is. Waarom ligt hier de pentakels 7? Ja, pentakels 3. Werken aan een relatie, teamwork. Maar dat zijn 3 pentakels. Dus ik heb het gevoel dat er een derde partij, en dat kan een derde persoon zijn, of een werksituatie bijvoorbeeld, daar werd voorrang aan gegeven. Hoge kaart voor de pentakels 7. De gematigheid. Balans, healing. Ja, deze persoon wil balans brengen in jullie connectie. Wil de situatie healen. En in het verleden had je persoon inderdaad opties of was bezig met allerlei andere dingen die belangrijker waren op dat moment. Waarom ligt hier de doodkaart? Waarom ligt hier de doodkaart? Kelke 10 kwam er tussendoor uit. En dit is Happily Ever After, een sprookjeshuwelijk. Ja, je ziet een gelukkig gezin. Dit is ook op liefdevolle wijze opvoeden van kinderen. Kan zijn dat kinderen een bepaalde rol spelen in de situatie. Dit kan ook een reden zijn waarom je persoon in het verleden de relatie of de connectie niet tot een volgend level kon tillen. Kan zijn dat er sprake was van een gezin, kinderen. Dat de reden is inderdaad dat je persoon voor een ander iemand heeft gekozen. Voor de doodkaart hebben we de zwaarden 8. Het gevoel hebben vast te zitten in een situatie. Ja, ik heb het gevoel dat je persoon in het verleden, op het moment dat jullie inderdaad contact hadden, het gevoel had een bepaalde situatie niet achter te kunnen laten. Kijk, de wereld is een gelukkig einde. Een nieuwe reis starten. Dus je persoon wou wel, maar had het gevoel vast te zitten en niet zich te kunnen losmaken uit een bepaalde situatie. Ja, en dan hebben we hier de duivel nogmaals. En we hebben hier de hoge priester. Dus ik heb het gevoel dat het te maken heeft met een huwelijk. En je persoon voelt zich gebonden, voelt zich geblokkeerd in die situatie. Kan ook iemand zijn die uit een ongezonde relatie komt met de duivelkaart. Kijk, er moest een keuze gemaakt worden met de staven 2.
En je persoon heeft ervoor gekozen om in die situatie te blijven waarin hij zat. Waarom ligt hier die duivelkaart? En daar komt nu opheldering over. Ik ga even vragen, wat doen jullie met deze situatie? Wat is, ja, het uiteinde, wat is een eventuele uitkomst? Wat doen jullie met deze situatie op het moment dat deze persoon komt met eventueel een excuus en opheldering? We hebben de mooiste kaart uit het deck, de zon. De zon is duidelijkheid, dus je bent blij dat er duidelijkheid is. Dit is een kaart van bevrijding. Je bevrijd voelen. Dit is ook een kaart van ontwaken. Dus eindelijk vallen de puzzelstukjes op zijn plek. Je kunt de dingen een plek geven. En dit is inderdaad, je kunt verder. Dit is een kaart van liefde. Dit kan te maken hebben met kinderen. Nog een kaart voor een eventuele uitkomst. Wat doen jullie hiermee met deze boodschap? Met deze opheldering? Met deze waarheid die aan het licht gaat komen over een situatie die in het verleden heeft plaatsgevonden. Wat doen jullie met deze informatie voor woensdag 14 december? Oh. Ridder van zwaarden. Snelle actie. Zwaarden 5 viel eruit. Ja, dit kan te maken hebben met een verlies, met conflicten. En we hebben de staven 7. Je gaat heel duidelijk je grenzen stellen. Staan voor waar je in gelooft. Waar ligt hier de ridder van zwaarden? Dit is iemand die aan zichzelf gedacht heeft. En niet beseft heeft wat de impact was van deze situatie op jou. Waarom ligt hier de ridder van zwaarden? Maar ik heb het gevoel dat jullie actie gaan ondernemen op je eigen privé situatie, je carrière. Ik heb het gevoel dat je daarop gefocust bent. Kijk, die ridder van zwaarden gaat richting de zon. Ik heb het gevoel dat je het heel druk hebt. Want we hebben hier de pentakels 2 voor de ridder van zwaarden. Dit is ook een kaart van dingen afwegen. Een compromis sluiten. Het kan de energie zijn van je persoon. Er moet een keuze gemaakt worden. Ridder van zwaarden. Ja, er gaat een keuze gemaakt worden. 2 tweeën. Zwaarde 5. De magier. De magier. Ik heb het gevoel dat je deze persoon niet gaat vertrouwen. Je gaat je grenzen aangeven. Dit is iemand die heel strategisch is. Precies weet hoe hij of zij dingen moet aanpakken. Wat manipulatief kan zijn. Dan hebben we de sterkaart. Een kaart van healing. Een kaart van hoopvol zijn voor de toekomst. Oeh, ja. Deze persoon. Dit is iemand die echt alles ervoor zal doen om zijn zin te krijgen, heb ik het gevoel. En deze persoon is ervan overtuigd dat het wel goed zal komen. Met de juiste aanpak. Waarom ligt hier de staven 7? Maar je gaat, wat je persoon niet ziet aankomen is dat jij weerstand zult bieden. Je zult wat afstandelijk, emotioneel afstandelijk overkomen. En jezelf verdedigen. Ik heb het gevoel dat er een verandering heeft plaatsgevonden. En dat je niet meer dezelfde persoon bent die je was op het moment dat de connectie verbroken werd. Staven 7. Staven 7. Ja, je gaat je hart beschermen. Met de pentakel 4. Je beschermt je hart, je beschermt jezelf.
En je gaat staan voor waar je in gelooft. Een nieuw begin. Iets wat zorgt voor financiële stabiliteit. Dit is een gouden kans. Iets waar je nu aan het werken bent. Dat krijg je heel sterk door. Je bent niet meer gefocust op deze connectie. Je wil wel weten wat er gespeeld heeft. Je wil wel opheldering. Je wil duidelijkheid krijgen. En die ga je krijgen met die aas van zwaarden twee keer op het dek. Maar je gaat een nieuwe frisse start maken. In het diepe springen, een risico nemen. Je wil iets stabiels, iets voor de lange termijn. Dit is ook de energie van je persoon die een nieuw begin wil maken. Aas van Pentakels. De Aas van Pentakels. Aas van Pentakels. Maar je volgt je hart. Kijk, we hebben hier de kaart. Liefde vloeit door je en naar je toe. Koning van Staven, een go-getter. Je gaat achter datgene aan wat je wil. En dit is iemand die zijn doelen gaat bereiken. Iemand die succesvol zal zijn. Iemand die het complete plaatje ziet. En dat is inderdaad hoe ik jullie zie. Je bent bezig met het werken aan iets. Je zet praktische stappen. Ja, je gaat je tijd en energie niet stoppen in situaties die niet langer goed voor je zijn. Met de staven 5. Je wil geen chaos, je wil geen conflicten. Je wil een nieuw begin, iets wat stabiel is, iets waar je op kunt vertrouwen, iets voor de lange termijn. Kijk, en hieronder hebben we de toren en wederom die koning van pentakels, stier, maagd, steenbok. Met de toren schorpioen energie. Dus je kunt echt te maken hebben met een aardeteken en daaronder hebben we ram energie met de keizer. Ja, er is sprake geweest van oneerlijkheid, geheimen die gehouden zijn. Dus kijk hoe de situatie resoneert. Maar jij hebt je op dit moment een bepaald doel gesteld en daar ga je achteraan. Dus dat is de boodschap voor jullie. Er komt in ieder geval duidelijkheid. En het kan zijn dat er inderdaad een excuus komt. Dit kan iemand zijn die nog inconsistent of onvolwassen overkomt, kinderachtig is. Heb je het gevoel kinderachtig gedrag laat zien of heeft laten zien in het verleden. En de situatie wordt voor jou helemaal duidelijk, helemaal helder. Je ziet het complete plaatje en je weet waar je op moet focussen. Daar ga je voor staan en je zult jezelf verdedigen. Je bent emotioneel teruggetrokken van deze persoon. En deze persoon, mocht deze persoon komen met een bepaalde strategie. Want deze persoon heeft er echt over nagedacht hoe hij of zij inderdaad zal gaan contact opnemen en ook zal gaan communiceren. Dus ben je daarvan bewust? Resoneert het? Geef me een like. Abonneer je op mijn video mocht je dat nog niet gedaan hebben. En het leuk vinden natuurlijk. En ik wens jullie heel veel liefde en licht. En tot de volgende keer. Dag!